Je bent ontslagen. Oké, nou dan ga ik. Vandaag ben ik voor 100 dagen, 100 banen op de Hogeschool van Rotterdam en laat me voor één keer de les lezen, want ik ben vandaag docent. Hi, goedemorgen. Ik heb een afspraak met William Pol. Hi, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Jullie zijn hier docent op de hogeschool. Ik ben hier voor het zevende jaar docent HRM. Ik kom ook uit het bedrijfsleven. Vandaag gaan we een dag vaardigheden doen. Een doedag, dus vooral interactief met acteurs. Mm-hmm. En kijken of we de adviesvaardigheden van studenten op een hoger level kunnen krijgen. We moeten starten. Oké. Neem jij even wat mee ook? Goedemorgen. Laten we even hier een setje maken, met vier. Effectiviteit, dus kwaliteit maar acceptatie. Je kunt altijd vragen van waar moet ik op insteken? Er wordt slechts een deelspecialisme van de adviseur benut. Dat vond ik een beetje... Ik ben nu een rollenspel aan het begeleiden met de leerlingen. Ik moet hun wat adviezen geven en zorgen dat het allemaal soepel loopt. Wat is het leukste om docent te zijn? Wat vind je daar het leukste aan? Nou, het leukste is dat je de ontwikkeling ziet. Ja. Nou ja, en ze kunnen nog niet alles, maar gaandeweg gaan ze steeds meer kunnen. Ja. Ze komen tot een inzicht. Ja, je hebt natuurlijk ook veel vakantie als leraar. Nou ja, je hebt je vakantie echt nodig om bij te tanken. Het is nu 1 uur, om 1:30 komen die acteurs. We moeten en eten en even met die acteurs overleggen. We moeten even tempen. Druk. Ik moet even heel snel eten, want we moeten zo alweer door met de les. Ik heb veel te veel eten besteld. Ja, dit ga je echt niet halen. Ik moet nou een rollenspel gaan leiden als echte docent. Nou, zoals jullie zien zitten hier twee actrices. Even kijken vooraf wat je leerdoel is. Ik voel me echt serieus genomen. Daar ben ik ook gewoon blij van. Nou, het is 3:30 en de les was ook klaar om 3:30. En ik was vroeger als iemand die dan echt precies om 3:30 zo snel mogelijk weg was uit de les. Dus... goed time management, al zeg ik het zelf. Wat voor competenties moet een docent nou hebben? Je moet didactisch onderlegd zijn, maar vooral ook authentiek zijn. En hoe vond je dat ik het deed vandaag? Nou, ik vond dat je het prima deed. Volgens mij een beetje vakkennis erbij. En vakkennis zou wel handig zijn. Je bent van harte welkom. Mijn dag als HRM-docent zit erop. En morgen heb ik weer een andere baan.